van een laboratorium op Redbog, waar volgens de regionale autoriteiten zijn aanwijzingen zo overduidelijk dat de ministerie burgers voorlopig afraadt om de producten te eten. Ja, dus. En het is het afgelopen weekend is een trouwlustig weekend geweest. Ja. Want Daan Schuurmans en Bracha van Doesburg hebben elkaar zaterdag het jaar gegeven. De vonk uit tussen Daan en Bracha stond 4 jaar geleden over. Toen zij samen het een heel stuk kloten speelden. Hij ging toen nog met Jennifer Hofman. Ook geen straf. Nee, inderdaad. Maar ja, hij vond Bracha toch nog even iets lekkerder. Buurman Gras. Ja. Ik heb het idee dat hij een Audi voor een Peugeot heeft ingereden. Nou, dat Bracha niet zo lang Peugeot doen, man. Nee. Een cabrioetje. Ik vind het ook mooi. Het is echt een, ja. Maar ook Lodewijk Hoekstra, dat is de man van eigen huis. Oh, ja. Tuin. Ja. Die ging naar Ibiza. Het is het strand daar nog even aangeharkt. Die heeft daar, precies. Ja, een beetje wat plantjes gezaaid dan waarschijnlijk. Even gesproeid. Nou, hij heeft inderdaad wat zaad gestrooid, maar met name bij Christel. En dat is zijn vrouw en daar zijn ze dus afgelopen zaterdag ook getrouwd. Hartstikke leuk, zeg. En Mart Smeets, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik dat zeggen. Dat mag jij wel zeggen in principe. Die heeft, hoe vaak kan je je neus stoten? Plan om namelijk een eigen sportzender te beginnen. Oh! Tenminste, dat zegt de 64-jarige anchorman van de NOS deze week in de nieuwe VARA-gids. Volgens Smeets is Nederland klaar voor een themazender over sport, maar ook met name kwalitatieve sport. Wat is kwalitatieve sport? Wat verstaat Mart over? Dat geneuk over wielrennen. Ja, wielrennen is toch leuk? Dat is geen, ja. Mart, die ziet dat helemaal zitten. Ziet dat helemaal zitten. En zichzelf vooral daar. Ja, oké, nou. Dat is leuk, want we gaan Mart straks even bellen. Hij heeft ook een boek geschreven, namelijk The Lands Pack. De N374 Hogeveen Stadskanaal tussen Schoonlo en de weg naar Emmen. De vertraging 12 minuten. Een nieuwe dag begint. Je gevoel hebt dat hij op de wereld neerkijkt. Met een soort beetje, een beetje elitair-achtig van, joh, ik weet alles. Ja. Maar misschien weet hij ook al. Nou, dat is denk ik ook zo. Dat is het probleem. Je bent een beetje de Edwin Evers van de radio. Nou, een beetje de dikke vandalen, zeg maar, van de Nederlandse sport. Nee, dat hij nu zegt van, ja, ik vind het gek dat hij niet zo vaak uitgenodigd wordt. Maar ik denk dat het ook heel vaak niet leuk is om Mart uit te nodigen. Nou, ik vind wel, hij heeft altijd wel wat te melden. Hij heeft wel wat te melden. Ja, nou goed, daar gaan we straks. We hebben ook nog contact met Dick Prubbendorf. Ik denk misschien, waar ken ik die naam van? Nee, maar...